Hoi, goedemorgen. Welkom. Even. Zo. Welkom bij mijn hobby YouTube-kanaal. We gaan weer wat nieuws proberen vandaag. Ik heb mijn haar niet gedaan. Zit ik net te bedenken. Nou, dan doen we dat nu even. Ja. Oh, het zit in de knoop. Oh, fijn zo gewoon elastiekje. Oh, normaal heb ik dat niet. Nou, zo. Hoe is het? Ik ben nog steeds een beetje verkouden. Niet dat het erg is hoor, maar ik ben nog steeds een beetje verkouden. Ik blijf lang hangen. Dit is einde week 4, zeg maar. Ik heb zo'n dag. Ik heb zo'n dag. Ken je dat? Ik heb zo'n dag. Nou, dit komt straks wel weer goed als het een beetje meer zo. Nee? Nee. Ja, ik leer een beetje in vandaag. Lekker makkelijk. We gaan iets nieuws proberen, had ik al gezegd. Halo van Smashbox heb ik een aantal dingen van die we gaan proberen. Even een slokje drinken. Ik heb nog nooit. Nee, dat is niet waar. Ik heb wel iets van Smashbox geprobeerd. Ik heb de. De Mini Primerizer. Die zal ooit ergens in. Heel fijn. Dit vind ik een heel fijn product. Verder heb ik serieus nog nooit iets van Smashbox geprobeerd. Haar. Dus we gaan. Dat gaan we even samen doen, gezellig. Ja, achter mij zie je was. Ja. Op het moment dat je het opgeruimd hebt, dan halen ze een nieuwe lading van zolder af die droog is. En dan begin je weer opnieuw. Het is een eindeloos iets. Sorry daarvoor, maar dat is real life, ja. Ik kan niet zoveel aan doen. We beginnen. Met de Plumping Duo en Hyaluronic Acid. Met een primer. En een zak heb ik daar zo. En serieus. Serieus. Is een serieuze primer. Het is heel liquid. Ik had verder niks anders op mijn gezicht dan alleen mijn dagcreme. Dit is serieus dewy. Dit is serieus. Zie je dat? Ik weet niet wat ik daarvan vind. Ah.
Dan heb ik de Halo Glow Healthy Glow All-in-One Tinted Moisturizer. Ik heb zeer een pink, jongen. Het zit hier een vlieg trouwens. Gisteren was ik wat dingen aan te reorganiseren en opruimen zo beneden. Verder niets bijzonders. Maar toen viel de cactus om. En toen heb ik hem opgevangen. Waarom? Vraag je. Dat vraag ik mezelf nog steeds af. Maar ik heb echt een zere pink daarvan. Goed. De All-in-One Tinted Moisturizer in de kleur Fairly Light. Dat is niet de allerlichtste kleur. Zo ziet hij eruit. Nou, laat ik hem eens even schudden. Ik weet helemaal niet of dat moet, maar voor de zekerheid. Dit is de kleur. Het lijkt een beetje dagcremmerig. Het komt er lastig uit. In die zin dat het wel lijkt alsof er heel veel weerstand in de tube zit. Daar gaan we. We gaan de spons gebruiken vandaag. Dat doe ik normaal niet met tinted moisturizers. Er zit niet echt een geur aan. Ik moet zeggen, ik hou op zich wel van tinted moisturizer, hoor. Ik heb daar niet zoveel moeite mee. En deze, moet je eerlijk zeggen, ja, ik zie heel veel glow. Maar ik weet dan niet precies of dat is van de primer. Ook al kan mijn lippen een beetje om neutraliteit te krijgen. Omdat ik redelijk gepigmenteerde lippen heb van mezelf. Als dit. Want ik heb hier heel dikke, dikke lijnen. Maar nou, hier begrijp ik wat ik bedoel. Oké, wat vind ik ervan? Voor een tinted moisturizer vind ik de dekking echt belachelijk goed. Blijft een tinted moisturizer. Hij lijkt niet vast te zitten op droge plekjes. Ja, ik weet het niet. Heel een beetje rood. Kijken met een beetje meer of ik dat rode hier boven mijn wenkbrauw een beetje extra nog wegkrijg.
goh. Oké. Okay. Oké. Concealer. Ik heb geen concealer van deze lijn. Die is er denk ik niet. Dus ik ga even de nieuwe Catrice Cover & Care gebruiken. En dat is echt maar een heel klein beetje hoor. Oké. Ik heb de nieuwe poeder van Revolution. Daar gaan we het niet over hebben vandaag. Maar even de concealer. Zo. Het is hier een hele grote rommel. Wat ik altijd wel vind, en dat is, ik denk een deel persoonlijk, maar dat is dat je ziet heel erg hier de dewy. En dat is prima. Maar als je voorhoofd de dewy is, dan vind ik altijd zo'n beetje zweet voorhoofd lijken. En dat heb ik nu niet. Het is herfst, het is gewoon, het is niet koud. Het is wat kouder. Aan het worden. Maar dan denk ik altijd van, zeker omdat je, als je wat flinker bent, dan denken mensen altijd gauw dat je zweet. En dat is natuurlijk ook zo, want je hebt gewoon minder uithoudingsvermogen vaak. Niet voor iedereen, maar in mijn geval. Mijn spiegel staat daar trouwens. Daar. Dus als ik daar steeds heen kijk, dan is het daarop. Dus dat vind ik jammer. Hoe voelt het? Het voelt wel alsof het al een beetje intrekt. Ja, het voelt alsof je een goede laag moisturizer op je gezicht hebt. Zo voelt het, ja. Valt mee hoor. Dan heb ik ook de poeder. Dit is de Halo Fresh Perfecting Powder. In de kleur Fair. Ja, er zit een sticker op. Dat is dan, zeg maar, zo'n compact. En dan is het zo van binnen met een spiegel. En dit moet draaien. Want dan draai je dus elke dag. Kijk, nu heb ik hem gedraaid. En nu komt er een verse hoeveelheid poeder. Grappig. Ik heb een beetje opgepakt. Dat werk ik dan op mijn hand, zeg maar, een beetje in de kwast. Oh, die poeder geeft ook kleur. Dat had ik niet verwacht. Oké. Ja, grappig. Juk je aan mijn neus. Wees voorzichtig, want die poeder geeft kleur.
valt nu eigenlijk wel weer mee als je het uitgeblend hebt. Dan heb ik de milk ding, spray. Dan gaan we even... Kut. Ik heb dus allemaal liquid producten. Nou, op hoop van zegen. Ik heb de Halo Sheer to Stay Color Tint Lip Cheat in de kleur Sunset. Dat is deze. Even een mouwstukje omhoog. Dat is in zo'n tubetje, ook voor je lippen gelijk. Oeps. Oké, niet te hard knijpen, want er komt gelijk heel veel uit. Sorry. Wow. Nou, we gaan eens even kijken. En probeer even niet te veel te pakken. Want ik heb geen idee. Maar dit gaat nog wel prima hoor, over de... Ik heb te veel gepakt. Wacht even. Een klein beetje is dus genoeg. Dit zou je dus ook op je lippen kunnen doen. Nou, dit ging verder nog prima. Ja, ik weet niet. Oké. Oh, die is leeg. En dan heb ik twee Always On. De kleuren... Snow en Taupe, denk ik. En dat zijn liquid lipstiften. Nee, oogschaduws. Dat zijn oogschaduws. En die zien er zo uit. Dit is een beetje... Het is een redelijk dikke substantie. Dit is denk ik Snow. En dan is dit Taupe. Ziet uit als hele mooie kleuren. We gaan met de Taupe aan de slag. Ik doe een klein dotje. En dan... Oh, oké. Okay. Het is redelijk gepigmenteerd. En ik ben natuurlijk niet goed in oogmake-up, dus dat scheelt. Is ook niet iets wat ik heel erg leuk vind of zo om te doen. De kleur valt wat geler uit dan gedacht.
daar vind ik hem iets te sterk aangezet. En ik hou van one and done oogschaduw looks. Kijken of ik hem ook makkelijk het blendt wel heel makkelijk hoor jongens. Ja. Nou, je moet echt even boenen met micellair water, wil je het eraf krijgen. Zullen we die andere ook doen? Ik weet het niet. Zullen we die andere ook doen? Nou, een beetje roze doen. Ik heb natuurlijk net mijn hand schoongemaakt, dus echt heel slim is dat niet. Grappig, ja. Ja, wat moet ik ervan zeggen? Ik vind de kleuren mooi. Ik vind het fijn in gebruik. Voor iemand die niet goed met oogschaduw kan omgaan en niet hele moeilijke looks maakt, dit is het een beetje. Zie je het? Twee kleurtjes. Is dit prima en is er makkelijk mee te werken en vind ik het, ik twijfel even over die blush, want die is wel heel heftig. Even met de spons eroverheen. Vind ik het allemaal, vind ik het fijne producten, ja zeker. Ik denk zeker een 8. Ja. Meer heb ik er niet van. Twee oogschaduws, een blush, de primer, de tinted moisturizer en de poeder. Ja. Nou ja, je moet het nog even afmaken natuurlijk, hè. Maar ik ga het zeker meer gebruiken. Ik vind het echt wel, dit is echt wel oké. Ik heb geen spijt dat ik de Smashbox Halo Line gekocht heb. Er mogen voor mij best meer producten in zitten. Hoewel, maar ja, je hebt een blush, je hebt oogschaduw, je hebt nog meer kleur oogschaduw. Ik heb het trouwens bij Zalando besteld. En daar hebben ze, en volgens mij heb je het ook bij Look Fantastic. Er zijn verschillende adressen waar je dat kan kopen, Smashbox. En dan voornamelijk de Halo. En ik heb gemerkt dat ze hebben of die vaak, of die. Die hebben ze niet altijd. Het leek mij er een beetje trouwens een tijdje op dat ze die eruit zouden halen. Mijn stem kraakt een beetje. Maar dit was mijn nieuwe merk voor deze maand. En ik moet zeggen, nou, ik ben onder de indruk. Ik vind het hele fijne product. Het ziet er allemaal mooi uit.
Met de poeder heb je nog steeds wel een shine overgehouden op je gezicht. Maar niet dat je denkt, wow, jij zweet, heb je het warm? Dus, ja hoor, nee, ik geef het een goede 8. Ik ga dit zeker vaker gebruiken. Bedankt voor het kijken naar mijn Hobby YouTube kanaal. Like en subscribe. Dat vind ik leuk. En dan zie ik jullie graag bij de volgende.